Wie ben ik? Ben ik wat ik doe? Een artiest? Een accountant? Een leraar? Een moeder? Of ben ik wat ik heb bereikt? Een talentvolle student? Een VIP? Een winnaar? Ben ik wat ik goed heb gedaan? Of word ik altijd bepaald bij wat ik fout heb gedaan? Ben ik een heilige? Een zondaar? Of ben ik wat anderen van mij zeggen en denken? Ben ik al die dingen? Of geen van die dingen? Wie ben ik? Hoe ik naar mezelf kijk, bepaalt hoe ik het leven benader. Als ik ben wat ik doe, moet ik altijd meer doen en meer bereiken om mijn eigen waarde te vinden. Als ik ben wat anderen van mij zeggen, moet ik altijd die mensen tevreden houden, in plaats van mijn hemelse vader. Maar als ik luister wie God zegt dat ik ben en zijn identiteit in mezelf omarm, vind ik een vrijheid, waarmee ik kan uitleven wat God voor mij heeft uitgestippeld. God noemt hij zijn kind. In hem ben ik wijs geworden en hersteld. Ik ben een nieuwe schepping, uitgekozen en heilig en vrij van schuld. Hij noemt mij zijn meesterwerk. Ik ben geliefd door God. Hij zegt dat ik compleet gemaakt ben door de genade en redding van zijn Zoon Jezus Christus. En als ik mezelf zie zoals God mij ziet, dan wandel ik met zelfvertrouwen. Omdat ik degene vertrouw die antwoord geeft op de vraag: wie ben ik?